Hier is Annemiek. Deze kletskever is op reis. Niks Ghana of de achterlanden van Siberië. We zijn gewoon lekker in Thailand. Thailand is echt geweldig. Ik kom hier al jaren. Het is een leuk plaatsje, gezellig, leuke mensen. En het is natuurlijk altijd lekker weer. Als je het echt grootschalige zoekt met all-inclusive hotels en grote toestanden en zo, ja, dan zit je hier aan het verkeerde adres. Het enige wat hier all-inclusive is, is de gezelligheid. Thailand is ook heel goed te doen voor blinden en slechtzienden. Nou ja, weinig obstakeltjes eigenlijk. En ja, ik kom hier ook al zoveel jaar, dus ik ken alle stoepjes en dingetjes uit mijn hoofd. En bovendien wil iedereen je hier ook heel graag helpen. Ze pakken je bij je arm en niet alleen om winkeltjes in te sleuren, want dat doen ze hier niet. Maar echt om heel vriendelijk te zijn. En er is er nog maar één geweest die heeft gevraagd of ik naar goud loop te zoeken. We hebben hier ook gewoon chocoladekruidnoten. En wat zegt dat dan? Wat zegt de woordkaart dan? Oh ja, niet eten, wat duurde dik. Maar ik heb hem niet op, dus natuurlijk echt een chocoladekruidnoot. Heerlijk. Zoals in alle Turkse plaatsjes heb je natuurlijk ook overal van die souvenirswinkeltjes. En daar beginnen bij mij de problemen al. En dat is niet omdat ik de helft niet kan zien, ook niet van dichtbij. Maar dat is omdat ik gewoon niet durf af te dingen. En hebben dus toch nog een hoop geld kost. Even chillen op de fiets in Dalian. Als ik naar Dalian ga, dan moet en zal ik naar Villa Duran. Want dat is echt het leukste appartement in Dalian. Villa Duran is kleinschalig, leuk. Ja, het ziet er geweldig uit. Mooie palmbomen, klein zwembad. En het is er nooit echt druk, ook al zit het wel vol. Het wordt gerund door drie broers, de familie Duran. En ja, zij helpen je gewoon aan alle kanten. Vorig jaar hebben we nog een akkefietje gehad met, ik zal de naam niet noemen. Oké, dat doe ik wel. Het was Amori. Die blinde, die had zijn teen gebroken. Maar goed, de familie, de broers, die stonden allemaal voor ons klaar. Mee naar de dokter, mee naar het ziekenhuis. Dus ja, als er wat gebeurt, het is niet alleen altijd gezellig. Maar ze weten je ook goed te helpen als er echt iets aan de hand is. Het is echt, thuiskomen hier. Want het is hier niet alleen een paradijs voor ons, maar Pussycat heeft het ook met zijn zin. Wat echt een aanrader is hier in Villa Duran, is de wekelijkse barbecue. En dat is zo lekker, want mama maakt het eten. Dus, en mijn maag begint al te knorren. Dus ik ga aan tafel. En hoe smaakt het allemaal? Heerlijk. Volgens mij neem ik een verstekeling mee naar Nederland. Oeh, die is zo cute. Oh, oh. On my lap. Oh. Wil je wat doen, hè? It works. You think? Yeah. You made me a perfect cocktail, our friend. For the weekend. Ik ben hier niet alleen deze week, ik ben hier het hele jaar door, hè? Jullie begrijpen wel dat wij hier zoveel plezier hebben in Dalian, dat er nog een vlog aankomt, hè? Dus blijf kijken!